Hamburgers? Nee. Nee, die hebben we niet. Ik ben vandaag bij de McDonald's. En dit keer niet om 100 hamburgers in mijn mond te proppen. Maar omdat ik er een dagje aan het werk ga. Samen met Kees. Nou, dat ik hier vandaag in de McDonald's mag werken is een soort kinderdroom die uitkomt. Hoe lang werk jij hier al? Dit is mijn 18e jaar. Echt al 18 jaar. Ja. Jij bent hier eerste assistent manager. Maar wat houdt dat nou precies in de McDonald's? Ik hou me bezig met de dagelijkse zaken. Dus het personeel, het voorraad. Eigenlijk alles. Eigenlijk alles. Een heleboel. Nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat ik hier als eerste ga doen. Het lijkt me leuk om samen te beginnen in de keuken. En kom ik dan eindelijk achter het geheim van de Big Mac saus? Misschien. Wie weet. En aan het einde van de dag ga je zelf een compleet menu maken. Laten we beginnen. Gaan we doen. Ik heb er zin in. Top. Oké, dan zijn we in de keuken. Ja. Het is onze dresstafel, zoals wij die noemen. Het is warm. Laten. Het is inderdaad warm. Nou, we gaan beginnen met de HB. De HB. De hamburger. Dat is de vakterm voor hamburger. We beginnen met een broodje. Met een broodje. Het ene deel gaat hierin, het andere deel gaat daarin. Hey, ik zie dat die ijsbergsla moet binnen 2 uur opgebruikt zijn. Ja, zodra het uit de koeling komt, heeft het een beperkte. Heb ik echt nog nooit gezien. Ja. Terug naar de superversie. Er gaat een shot mosterd op. En een shot ketchup. Uitjes. En dan plaatsen we het vlees erop. En dan is hij klaar. Zo snel kan het gaan. Zou het daar een fastfood eten? Nummer 39. Krijg je nou nooit de neiging om zo'n frietje te pakken? Ik weet. De quarter pounder. Helemaal goed. Die gaan helemaal we goed. Maken. Volgens mij dit broodje met sesam, toch? Dezelfde manier erin als de hamburger. Andersom. Ja. Ja, dit is dus als je me verkeerd in doet. Kees denkt, Nonneke, we zijn een fastfoodketen, niet een slowfood restaurant. Zo. Dan 2 schijfjes augurk van elkaar af. Ja, zodat de gast bij elke hap die ze nemen de smaakbeleving heeft. Kruislinks erop, ja. Is het groot vleesje op? 1, 2, poep. Nou, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat jij ervan gemaakt hebt. Ja. 1, 2. Cheese. Cheese. Ik ga even op, hoor. Gaan we lekker? Dit is een officieel McDrive oortje. Hallo? Klaar voor? Nee, we gaan laten doen. Ja, dit is een opnamepunt. Ik denk dat ze nog nooit zo'n blij iemand dadelijk aan de telefoon hebben. Mag ik het zeggen? Als maar vriendelijk en gemeend is, uiteraard. En dan komt hij aan de rechts. Ja. Goedemorgen, welkom bij McDonald's. Mag ik je bestelling? Een ijskoffie. Oh, ik wist niet dat ze het weer hebben, maar lekker. Oké, dat is €2,95. Mag je doorrijden naar het volgende raam? Nee. Hey, en wat is nou het allerraarste voertuig waar iemand ooit mee door de McDrive is gekomen? Dat was een gast met paard en wagen. Ja, en die krijgt het paard zelf natuurlijk ook wat. Ik weet even niet welke bon dan bij haar wordt. En dat zijn deze. Deze Chinese zak. En deze zijn die voor die mevrouw. Juist, geef wel het bonnetje erbij. Dus oh, ja. Doe het raampje open. Doei doei. Ik krijg er honger van. Wat vind je nou het allerleukste aan bij de McDonald's werken? Behalve dat je elke dag hamburgers mag eten. Nou, dat werkelijk geen dag hetzelfde is. Ja. Oh, je hebt eigenlijk nog heel veel plezier in je werk. Dat vind ik echt leuk om te zien. Ik ga fluiten naar mijn werk. Ja. Ja. We hebben nu een McCoffee-bestelling. Nou, naast het gewoon een koffie zetten, krijg je ook gewoon een barista-cursus. En dus om hier te werken, moet jij die barista-cursus doen? Nou, je moet het ook wel van aanpak houden, dat we goed kunnen samenwerken. Maar jij let ook heel erg natuurlijk op de hygiëne. Nou, het belangrijkste is gastvrijheid. Ja, je ziet dan wel dat je er echt heel de dag mee bezig bent. Ja, ja. Dankjewel. Die vlakje. Nou, Lonneke, je hebt nou gezien hoe het moet. Ja. Nu is het jouw beurt. Een quarter pounder menu met cola, frietsaus en de McFlurry. Let's go. Let's go. En waar moet ik hem in gooien? Ja? 1, 2? En mag je even 5 keer de waterval doen, zo noemen wij dat. Yes! Hoppatee. De flurry. Jij moet stop zeggen, ik weet het niet. Een kriemel. Oké, ik heb een minuutje klaar. Wij doen ook table service. Echt? Ja, dus je mag straks de bestelling naar de tafel brengen. Straks of zou ik het een menu doen? Hallo, goedemiddag. Hadden jullie een quarter pounder menu besteld met cola en een McFlurry? Ja? Kijk eens, alsjeblieft. Smakelijk eten. Ik heb het voor de eerste keer zelf gemaakt, dus ik ben er wel een beetje trots op. Oké, smakelijk.